Wij moeten zorgen dat we niet opvallen, maar wij moeten onzichtbaar zijn. Lissabon, ja. We waren bij Benfica. Daar gaan de sirenes volop aan, chef. Ze zijn er nog. Hey. Nou, mooi op tijd. Hè? Lekker zo. Mooi slot. Aan de hand. Zee? Ja, dat is top. Ik heb niet meer de spanning die ik had toen ik mijn eerste wedstrijd floot. En dat was Telstar Stormvogels tegen Eindhoven. Dat ik die nacht ervoor niet sliep. En dat ik kokhalzend warm liep langs de zijlijn vanwege de spanning. Natuurlijk heb ik ook spanning en is het gezonde spanning. Maar ik weet daarmee te dealen. En waarom? Omdat ik heb geleerd dat we een heel goed team hebben en dat het team elkaar vertrouwt. Po, strak hè? Dus een gunnel om hier op te voetballen. Hij is zalig. Wat doet een aanhoudend fluitconcert of spreekkoren met jou? Persoonlijk? Niets. Echt helemaal niets. Ik word er niet warm of koud van. Natuurlijk merk je dat als scheidsrechter, maar ik laat dat echt volledig langs me heen gaan. En dat heb ik ook moeten leren. Toen ik in het begin begon te fluiten, en jonge scheidsrechters ook, natuurlijk speelt dat een rol en heeft dat enigszins invloed op jou als scheidsrechter. Ook op je beslissingen? Juist, ja. Dat ik wel eens beïnvloed werd door zeg maar de omgeving om wat makkelijker te fluiten, dat eigenlijk helemaal geen overtreding was. Dat is gewoon inherent aan mens zijn. Alleen de echte hele grote toppers in arbitrage, die kunnen dat gelijk uitschakelen. Mijn vaste assistenten Sander Vroekel en Erwin Seinstra en ik, die zijn altijd samen. De vierde official, die wisselt in Nederland. Dus we zijn in Nederland met z'n vieren. Internationaal zijn we met z'n zessen. Ja, daar is altijd Erwin en Sander, Paul van Boekel en Richard Liesveld die achter de goal staan, de additionals. En Mario Dix is altijd de vier official. Hebbes? Hoi. Oké. Je staat precies goed voor die foto, Erwin. Precies achter de beker gestaan. Dat dacht ik al. Hoe kun je er nou zo raar gaan staan? De beker met de twee grote oren. Stuur hem even door. Dat is toch een goede foto. Wij kunnen heel veel plezier hebben in de kleedkamer met elkaar. We kunnen lachen en we kunnen ons goed voorbereiden op wedstrijden. Maar zodra het moment is dat we spelers ophalen, dan moet de concentratie geen 95% meer zijn, maar 100% gefocust op de wedstrijd. Scherp, hè, mannen? Gefocust, geconcentreerd, doen wat we moeten doen. Verantwoordelijkheid pakken, nemen, geven en krijgen. Ieder op zijn eigen vakgebied. Iedereen zijn eigen verantwoordelijkheidsgebied. Het gaat niet om één persoonlijke prestatie, het gaat om team prestatie. Yes? We gaan naar buiten, doen de warming up.
We komen geregeld bij elkaar. Dus nationaal is dat misschien 1 keer in de 3 weken hè, dat we bij elkaar zijn. Hè, als totale groep. En internationaal is dat 3-4 keer per jaar. Hè, waarin we de testen moeten lopen, waarin we technische instructies krijgen. Waar we dus samenkomen voor UEFA. So we go to the next. And I have 2 clips talking about play and deflected. Long pass. I think for me, yes, this is deliberately play the ball, even if he don't see the ball, but he can play the ball. No deliberate play. Deliberate play is when the player makes an action to the ball. He wants to play the ball. This player doesn't want to play the ball. He gets the ball by accident on the shoulder and is going to the opponent. My first idea was the same as Björn, but I can follow the speaking of Erwin, so I have doubt and This is the big difference between referee and the assistant referees. Yeah, deliberate play must be very clear. Because if you shot on goal, I am very close to you. I put my body, my feet, my energy to stop the ball. So we can say that we play the ball. Iedere wedstrijd vraagt zijn specifieke voorbereiding. Wat is het belang van de wedstrijd? Wie zijn de key players? In welk team zitten welke key players? Wat is de speelwijze van de teams? Want als een keeper altijd, als hij de bal heeft, lange ballen speelt, moet jij niet blijven hangen bij de 16. Moet je weer voorbereid zijn. Next step. Als je weet dat bepaalde spelers snel over de scheef kunnen gaan, moet je preventief zijn. En dan moet je aandacht aan besteden. Als je weet dat er altijd een speler is die met zijn ellebogen werkt, dan moet je daarop voorbereid zijn. Als er een speler is die altijd met een dribbel heel makkelijk de 16 binnengaat en heel makkelijk voor een strafschop kan gaan, moet jij daarop voorbereid zijn. Dan moet jij jouw loopstijlen daarop aanpassen. Geel, naar geel toe. Ja, dat weet ik. Dat is de oranje geel. Het is niet meer te vergelijken met 10, laat staan 20 jaar geleden. Scheidsrechters zijn eigenlijk allemaal atleten geworden. Ik zat onlangs in Parijs waar we weer de testen liepen voor het Europees kampioenschap. Dat zijn toch testen die veel van je vragen, waar je veel van moet trainen. Alles wordt vastgelegd op mijn hartslagmeter, mijn Polar-horloge. En die stuur ik iedere week, 2 keer in de week, stuur ik die gegevens toe naar mijn fitnesscoach. Ik heb een fitnesscoach, nationale fitnesscoach. En we hebben ook een internationale fitnesscoach die bij de UEFA actief is. Dus die volgen heel goed wat voor een arbeid jij verricht om die wedstrijden zo goed mogelijk te leiden. Oké, mannen, lekker. Prima gedaan. Oké, vier rust. Doen we straks een goede cooling down. 18-3. Naast het fysieke gebeuren is het mental part is ook verschrikkelijk belangrijk. Want wat doe je als je als scheidsrechter in een Champions League finale of in een Europa League finale of in een wedstrijd in een Nederlandse competitie een kapitale fout hebt gemaakt die beslissend is voor die wedstrijd en waar iedereen over spreekt? Hoe ga je daarmee om? Nou, er zijn scheidsrechters bij die van een foutieve beslissing s'nachts slecht slapen. En misschien wel meerdere nachten. Dan zou je hulp kunnen inroepen van de mental coach. Die wordt dan door Zeist in contact gebracht met jou. Zodat jij weer op de goede weg kunt komen. Ik heb gelukkig zelf nooit geen aandacht aan hoeven te besteden. Mentaal ben ik wel sterk. Heb ik geen last gehad van situaties dat ik een mental coach nodig heb. Maar die mogelijkheid is er wel. Test, test. Test. Hallo, hallo. Ja. Test, hallo. Test. Ja, prima. We hebben een open lijn, dus de microfoon die ik hier heb en alles wat ik daarin roep, dat horen ook mijn assistenten. Wat zij zeggen, hoor ik ook allemaal. Maar wat een field official zegt, dat horen zij ook. Dus we hebben gewoon een complete open lijn. Daarom is het ook belangrijk dat we moeten weten wie wanneer praat. Wij praten niet door die microfoon van Björn. Ja, Paul. Kunnen we even iets overleggen? Want volgens mij werd er vastgehouden de nummer 12. Absoluut not done, hè? Dat is gewoon hele korte lijnen. Vasthouden nummer 12, fluiten. En een gele kaart. Veel plezier. Ja, jongens, scherp bij. Succes. Veel plezier. Duidelijk hè mannen, de communicatie duidelijk. 2 minuten. Nog 2 minuten? Ja. Deur over zijn buiten.
succes met de finale. Ja, ja. Ik zei net tegen concentreren. Ja. Hey, geniet het van de video, maar ik hou die rust te geven. We waren het de vorige keer niet eens, maar ook succes gewoon door met de finale. Ga maar deze weer. Een scheidsrechter voelt en proeft wel of hij in een bepaalde flow zit, of hij die wedstrijd onder controle heeft of niet. Maar wij kunnen 90 minuten lang de pannen van het dak fluiten. En we kunnen in die wedstrijd zitten en in een bepaalde flow zitten. Maar er hoeft maar één moment te zijn dat niet goed is in die wedstrijd. En niemand praat meer over 90 minuten lang goed in een wedstrijd zitten, omdat je één moment verkeerd hebt beoordeeld. Dat maakt de arbitrage soms ondankbaar. Ja, als Björn is klaar, dan mag je. Jan! Ja, boven het lichaam. Nee, ik was bij niet. Ik keek er echt in, joh. Echt een 100% klaar voor het lichaam. Leeuwenk, 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 normaal. Ga even weg, joh. Kan je nog een kaart ook nog? Ja, move, move, hij weg. Hartje, relax, oké? Okay? Weet ik, maar rustig. Kan jij een kaartje? Move op dan. En nu op, mag je. Je toch een andere kaart, move. Omleding. En de kaart, Jurgen, chill dan. Chill, wil Wink hem oppakken. Achterbal. Vier zijn hoofd, dat kan lopen. Eén. Hij raakt hem. Spelers kijken alles terug, trainers kijken alles terug, weten het vaak al heel snel op de bank omdat er iemand is die hun informeert daarover. Dus zijn al veel sneller geïnformeerd of de beslissing juist was of niet. En ik wil in de rust gewoon geïnformeerd zijn of wij een goede beslissing hebben genomen of foutieve. En als wij een niet juiste beslissing hebben genomen, dat is heel vervelend voor de desbetreffende club, maar ook heel vervelend voor ons. En dan moet je maar één ding doen. Sorry zeggen. Ik denk dat je meter kunt aangeven overwegen geel. Wat ik vind voor de overtreding op zich, vind ik hem, dan is het voor veel belovend. Ja. Is het een overtreding? Ja, ja, zeker. Maar hij stopte daarmee de promising attack. Hij haalt gewoon de aanval eruit. En daarvoor gaf ik hem ook hoor. Ik gaf hem niet voor de overtreding. Die verdedigt wel een schop. Is dit een strafschop of niet? Nee, dus. Zoals al eerder uitgelegd, ook bij dit moment. Ik zie, kijk er recht in met die strafschop. Hè. Ik bedoel, handen voor zijn lichaam, 100%. Kijk er direct in. Ik vertel het ook gelijk. Ja, je kon hem al. Ja, dat gaat door. Ik dacht dat hij 100% via het hoofd van Feyenoord ging. Richard gaf ik goed aan hoor. Ja, die was wel duidelijk. Heel duidelijk, prima jongen. Moet je dan je fout goed maken in de tweede helft? Never. Altijd, altijd. Blijven doen van de dingen die je daadwerkelijk ziet. Je moet niet compenseren, je moet niet marchanderen. Want dan maak je niet één fout, dan maak je twee fouten. De kracht van een goede scheidsrechter is dan ook om de fout toe te geven en gewoon weer op nul te beginnen. En gewoon weer die volgende 45 minuten super scherp en super geconcentreerd. En duidelijk zijn naar spelers om die wedstrijd tot een goed einde te brengen. Een week voordat wij naar het wereldkampioenschap gingen, floten we de Champions League finale tussen Real Madrid en Atletico Madrid. En daar was iedereen lovend en laaiend enthousiast over. Dus wij stapten heel goed gemutst naar het wereldkampioenschap in Brazilië, het vliegtuig in. Wij deden de eerste kraker van de wedstrijd, Engeland-Italië in Manaus. Nou, Engeland-Italië, fantastische wedstrijd met super fit team van Kuipers. Wij waren fitter dan misschien wel de Italianen en de Engelsen bij elkaar. Die wedstrijd doen we bijna foutloos. We krijgen een tweede wedstrijd en dat is Zwitserland tegen Frankrijk. De twee landen die de eerste wedstrijd hebben gewonnen. Bij winst gaan ze door naar de achtste finales. Ook die doen wij gewoon without any problems. Dan krijgen we een achtste finale.
En die 18 finale, er waren twee hele moeilijke bij. En één daarvan was Colombia-Uruguay. Een Zuid-Amerikaanse clash. En heel Uruguay stond op de kop, want Suarez had net iemand gebeten. De wedstrijd daarvoor, dus die was geschorst. En wij deden die wedstrijd in het Maracana Stadion in Rio de Janeiro. En ook na die wedstrijd, na 93 minuten voetbal, kwam ik terug in de catacombe. Ik gooide mijn fluit in de hoek en toen was ik al wat geëmotioneerd. Omdat ik zo trots was en zo blij was dat wij drie wedstrijden wereldkampioenschap floot without any problems. Toen kwamen wij terug in het hotel en toen zeiden de meeste scheidsrechters, er is helemaal geen discussie wie de finale gaat fluiten op dit wereldkampioenschap. Dus maak je maar klaar. Neem een groot glas bier en een grote sigaar en wacht maar op de final. Maar ik heb nooit geen rekening gehouden met het Nederlands elftal. Het Nederlands elftal presteerde gewoon zo goed op het wereldkampioenschap dat ze de halve finale bereikten. En op dat moment moesten wij naar huis. En dat was voor ons echt een hele harde klap in het gezicht. In de periode daarna ben ik op vakantie gegaan en ben ik al een aantal malen wakker geworden van het feit hoe dicht wij als Team Kuipers bij een finale waren geweest. Kunnen, hè? Ja, hij kan vol. Ja. En dan gaat hij hier ook mannen. Hoppa! Wacht even, mannen. Ja, prima, hey, Paul. Dat zijn we oké, Mark. We houden de gaten. Prima, Paul. Maar dit is een eigen goal. Eigen goal? Eigen goal, keeper. Oké. De paal in de rug van de keeper. Ik heb maar een Elias gegeven. Gaat er lekker over, want onbelangrijk, godverdomme. Hensbal, hensbal, hensbal! Hensbal. Oké. Is op je. Nee. Hé? Oké. Zeg, wissel. Jongens, laat die wissel gewoon een Mario op, hou je slep dit voor de rest. Zeg maar. Ja, ik is toch wissel dat ik. Ah, jongens! Wil je spelen een beetje rustig? Alsjeblieft, nog even, nog even. Drie, twee, één, dat is niet tijd. Wij moeten onzichtbaar zijn. Wij moeten zorgen dat we niet opvallen. En het mooiste compliment wat ik kan krijgen is dat als iemand aan mij vraagt wie was eigenlijk de scheidsrechter vandaag? En dat je 22 handen krijgt, dan is het een heel dankbare job. Bedankt. Dankjewel. Dankjewel. En veel succes in Frankrijk. Dankjewel. Ik ga het best doen. Dank je. Ik heb al heel veel gedroomd en die dromen zijn uitgekomen. Maar ik heb nog een hele grote droom, ja. En dat is? Ja. Op 10 juli de finale fluit in Parijs. Dank je, jongens. Goed gedaan. Nee, jongens, lekker douchen. Even naar boven. Biertje drinken. Lekker wat geneten. Kan de EK-finale de kater van het WK helemaal wegspoelen? Ja, wel voor een heel groot gedeelte, ja. Voor een heel groot gedeelte. Het zou echt fantastisch zijn. Ik heb je net verteld, we hebben natuurlijk als team zijn een fantastische mooie wedstrijden mogen leiden. Fantastische finales. Maar het is toch wel een droom.